We zijn nog niet begonnen, maar we gaan al beginnen met lekker even met elkaar te zingen. Het volgende lied is Create in Me a Clean Heart. Gods geest, waar we allemaal van afhankelijk zijn, ook deze avond. En we bidden zijn om zijn aanwezigheid. En als laatste lied in de voorzang, Machtig God, Sterke Rots. Daar gaan we op bouwen vanavond. Hartelijk welkom allemaal aan alle gasten die hier zitten. We zullen in de loop van de avond nog mensen binnendruppelen. Heel erg welkom op onze Jij Daar avond, op Jij Daar ontmoet. En vanavond ontmoeten we Andries Knevel en Jildouw Bakker. Ik zie Jildouw nog even niet. Nou, Jildouw, hoi. Jildouw Bakker. En ik wil vanavond beginnen met jullie met het thema. Het thema is hoop op het randje van de dood. Kan Andries Knevel alles over vertellen momenteel. Hè? Jullie hebben het nieuws ook waarschijnlijk gevolgd.
aantal keren echt op het randje van de dood gelegen. En hoe hou je het dan nog vol? He, waar is God op het moment dat er ellende is of dat het randje van de dood komt? Ik wil beginnen met een verhaal. Een verhaal wat mij persoonlijk heel erg geraakt heeft toen ik jong was. Een meisje van 16, 17 jaar uit mijn school. Ik zat toen op de Uneman in Hoevelaken. Dat heet tegenwoordig Lodestein. En die zat er vroeger ook al bij mij op school. En die kreeg te horen, die had pijn in haar hoofd. Haar oog die kwam wat naar voren toe en die kreeg te horen dat ze een tumor had in haar hoofd. Nou, dat was heel shocking. En zeker voor die tijd, hè, was er nog helemaal niet zoveel kanker. Dus dat was echt heel shocking. Allerlei onderzoeken volgden, er werd heel erg met haar meegeleefd. En wat kwam eruit al snel? De tumor had volledig vergroeid met haar hersenen. Dus er was eigenlijk gewoon heel weinig meer aan te doen. Het enigste wat ze wisten, was dat ze binnen een aantal maanden zou sterven. 2, 3 maanden heeft ze nog geleefd en toen is ze inderdaad gestorven. En dat heeft me zo ontzettend aangegrepen, omdat ik dacht, ja, waar de boom valt, daar zal die wezen. En waar zou ik zijn als mij dit zou overkomen? Alles, alle grond onder je voeten weg. Helemaal niks meer waar je je aan vast kunt klampen. En al helemaal niet als je dus ook geen geloof hebt waar je nog op kunt hopen en op kunt steunen. Stel dat jij dat bent en dat jouw grond onder de voeten wegvalt en dat jij denkt van ja, maar waar zal ik zijn? Dat is de vraag die het allerbelangrijkste is en waarom wij de Jijderavonden opgericht hebben. Omdat we willen dat jullie nadenken over deze belangrijkste vraag. Want het komt er wel op aan als we gaan sterven waar we dan zijn. En dan bid en hoop ik dat je ook bij de Heer Jezus zult mogen komen. De Heer Jezus zegt zelf in zijn woord het volgende over de groep mensen die die de weg geweten hebben en de weg niet bewandeld hebben. En dat is best schokkend. Even kijken, ben ik niet helemaal goed. Krijgen we dat. Toen begon hij de steden in de welke zijn kracht het meest geschied was te verwijten. Omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Gorazin, wee u, Bethsaida. Want zo is in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn. Zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom en Gomorra de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, dat het in de landen van Sodom en Gomorra verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan van u. Nou, dat is best wel heftig als je dat leest. Als je benauwd bent en geen licht meer hebt, je hebt geen hoop meer voor je ziel, alles valt onder je voeten weg, wat blijft er dan eigenlijk over? Waar stellen wij onze hoop op? We kunnen alles ontkend hebben, we kunnen de evolutie aangehangen hebben, we kunnen atheïst zijn, dat is allemaal mooi, maar wat blijft er dan over als daar het einde komt? Stel, jij zit in een depressie en je ziet geen licht meer aan het eind van een tunnel. Of jij krijgt een boodschap dat je chronisch ziek bent en dat je niet weet hoe lang het nog zal zijn. Of dat langzaam maar zeker de dood zal komen. Of je hebt geen baan en je blijft maar solliciteren en er is geen hoop meer, want je wordt alleen maar uitgenodigd, misschien voor het eerste gesprek, maar daarna blijft er niks meer over. Er is niks waarop jij nog je hoop stellen kunt. En je denkt, houdt het dan nooit op? Geen lichtpuntje. Geen lichtpuntje. Ik wil met jullie beginnen deze avond met gebed. En in het gebed wil ik denken aan Kinka Ban van Sela. Die is vandaag geopereerd. En er duwt een tumor momenteel tegen haar ruggenwervel aan. En ze kan van het ene op het andere moment verlamd worden. Er wordt ook veel voor haar gebeden. Maar ja, dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt. Dus daar wil ik voor bidden. Ik wil bidden voor Koos, de presentator die hier normaal staat. Die is eigenlijk weer een beetje zieker geworden. Hij is weer een beetje meer in een depressie terechtgekomen. En het valt hem nog niet mee om op te klimmen. En dit zijn mensen die hebben hoop. Die kunnen hun leven op God stellen. Dus die zijn heel rijk gezegend. En daar gaan wij om bidden. Heer in de hemel. Grote, almachtige, rijke God, Heer Jezus Christus. Heilige Geest. U bent een drie-enige, almachtige God. Heren, en u kunt alles en u wilt alles. Heren, en dan mogen wij als mensen ons vertrouwen op u stellen. Maar heren, dat wil niet zeggen dat het gebeurt.
Heren, dan zegt u in uw woord dat we ons vertrouwen op u mogen stellen. Maar Heren, u belooft ons niet dat we dan alles zullen krijgen. Wij zullen het eeuwige leven krijgen, rust voor onze ziel. En dat is het allerbelangrijkste voor ons. Heren, wilt u zo ook bij King Haban zijn? En bij Koos de Jong, bij Koos. Heren, ze gaan een moeilijke weg. Heren, Kinka, die kan elk moment verlamd worden. Alsjeblieft, Heren, wilt u geven dat het niet gebeuren mag? Dat bidden wij. En Heren, als het wel gebeurt, Heren, wilt u dan haar uitkomst geven? Want wij weten dat uw plannen vele malen groter zijn dan onze plannen en uw wegen vele malen hoger. En zo komen we in nederigheid tot u. Ook deze avond, Heren, als Andries Knevel ook zal vertellen hoe hij op het randje van de dood heeft gelegen een aantal keren, nooit verwacht, van de een op de andere dag doodziek geworden. Heren, wat heeft u dan nog wonderlijk gewerkt? En wat heeft u hem toch nog heel veel troost gegeven in de tijden dat het moeilijk was? Alsjeblieft, Heren, wilt u zo deze avond bij ons zijn als we het over best wel hele moeilijke thema's gaan hebben. Maar we ontkomen uiteindelijk niet aan de dood. Heren, dat is de enige zekerheid die wij hebben. Maar Heren, mogen we dan rust vinden voor onze ziel, ook deze avond. Dan kunnen we allerlei vragen stellen aan Andries. Heren, en dan mogen we ons verdiepen in wat de Bijbel zegt. Heren, rijker kunnen we het niet hebben op deze aarde, als dat we ons verdiepen in u. Heren Jezus, wilt u aanwezig zijn met uw geest en wilt u rijkelijk zegenen. Ook later als de uitzending nog gekeken wordt. Heren, ook de uitzending is tot rijke zegen, zoals we horen, voor veel mensen. Nog veel meer mensen als dat wij kunnen bedenken. Heren, wilt u grotelijks werken in ons land, maar ook verder buiten. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen een lied. En een lied dat gaat over pijn. Als het leven soms pijn doet. En gelukkig mogen we dan ook vanavond vertellen dat er nog hoop is voor degenen die in pijn leven. En dat die pijn ook overgenomen kan worden. Als het leven soms pijn doet.
Mooi, hè? Dat u mij gedragen heeft. En achteraf zie je dat pas. Als je op het moment dat je in de ellende zit, dan zie je dat nauwelijks. Je kunt wel ervaren, je kunt wel troost ervaren. Of je kunt wel denken van, ja, weet je, toch voelt het niet dat ik totaal verlaten ben. Maar betekent nog niet dat het heel veel pijn en verdriet kan doen. En dan heb je elkaar zo hard nodig, hè? Daarom heb je mede-christenen nodig. En dan heb je opbeurende woorden nodig op dat moment. En die leiden jou weer naar de Heer Jezus. Want God is er altijd, hè? We gaan straks zingen. En voor Andries ook zo'n mooi lied. Ik zal er zijn. God is altijd dezelfde. Ook al voelen wij zijn nabijheid niet. Het volk van Israël zat ook regelmatig in zo'n duisternis, hè? Jesaja die schildert regelmatig van die gitzwarte momenten. En dan zegt de Heer in Jesaja 60 vers 1. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Maak u op, word verlicht. Ga niet bij de pakken neerzitten. Want de Heere komt. Vertrouw op hem. Hij komt echt terug. Ook al voel je hem op dat moment nog niet. Het licht komt. En de Heer Jezus zegt in zijn woord. Die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Mijn woord zegt het gewoon. En we lezen dan Johannes 12 vers 44. En Jezus riep en zeide, die in mij gelooft, gelooft in mij niet, maar in degene die mij gezonden heeft, in de Vader. En die mij ziet, die ziet degene die mij gezonden heeft. Die ziet God de Vader door mij heen. Ik ben het licht in de wereld gekomen, omdat een iegelijk die in mij gelooft, in de duisternis niet blijven. Dat is toch duidelijk, denk ik zo. En in iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben, ik oordeel hem niet. Nee, dat kunnen wij als mensen heel goed, hè? Maar de Heer Jezus zegt, ik oordeel hem niet. Want ik ben niet gekomen omdat ik de wereld oordelen, maar om het de wereld zalig maken. En die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, heeft die hem oordeelt. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen te laatste dagen. Wat heb je met mijn woord gedaan, zal de Heer dan vragen. Wat is het Heer leven met de Heer Jezus dan toch een troost? En waarom willen we dan soms zo graag zonder? Omdat we zo hard kleven aan de zonde. We willen helemaal niet bepaalde films laten liggen. Of we willen eigenlijk helemaal niet ons Facebookbericht laten liggen of voorbij scrollen. Want de zonde die lokt. We willen eigenlijk lezen. Het lokt. De duivel weet heel goed hoe hij dat doen moet. Zoek de Heere. Zoek de Heere echt waar voordat het echt te laat is. En daar gaan we vanavond ook over horen. En dan gaan we met elkaar lezen Matteüs 11 gaan we weer terug. En dan gaan we vanaf vers 28 tot 30 lezen. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Ik ben niet streng en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wie wil dat nou niet? Het juk van de wereld is zo mega zwaar. We hebben met Els van Dijk vorige keer nagedacht. Hè? De wedstrijd van het leven. En we rennen en rennen maar met de wedstrijd. En we doen maar mee. Wat kunnen gewoon niet meer zonder bepaalde dingen. Hè? Zij heeft opgeroepen. Leg maar om 8 uur je mobiel naast je neer. En kom er maar niet meer aan. En ga maar gewoon rust zoeken. Ga maar stilte zoeken. Wie heeft dat gedaan? Ik moet eerlijk gezegd. Als je die rust hebt, hè, als je dat kunt doen en probeer het gewoon eens een keer. Hè, probeer het gewoon eens een keer, een paar dagen, hoeft niet de hele week. Probeer het eens een paar dagen en kijk eens wat er met jouw hoofd alleen al geestelijk gebeurt. Dat je rust krijgt en dat er ruimte komt om gewoon aan andere dingen te denken. Hoeft niet eens aan God te zijn, maar je krijgt ruimte om andere dingen te denken. Ik was gisteren dit nog aan het voorbereiden en ik zat in bad. Ik doe het altijd in bad. En dan zit ik met mijn mobiel ook. En dan Andries Knevel, denk ik nog even kijken wat hij allemaal gezegd en gedaan heeft. En ik ging naar bed en ik voelde gewoon dat in mijn hoofd. Dat ik dacht van, wat is dat een hoop prikkels die ik morgen ook nog moet vertellen. Dus ik moet het ook nog proberen te onthouden. En ik werd eigenlijk gewoon, ik kwam gewoon niet in slaap. En dat was gewoon echt puur de schuld dat ik op dat moment zo bezig was met informatie verzamelen. Met weinig rust zoeken. Misschien zie ik er een beetje verlopen uit. Dat zou ook nog kunnen, hè? Maar goed, dat is dan de schuld van gisteravond. En mijn eigen schuld, hè? Want het was mijn keuze om op dat moment met die telefoon door te gaan. En je bent zo weer een uur verder. Hè? Ik neem aan dat jullie dat herkennen, hè? Met dat mobieltje is zo een half uur weer weg.
We gaan onze gasten verwelkomen. Andries Kneuvel, hartelijk welkom. Of je even hier wil komen, want ik mag niet naar jou toe van het videoteam. Hartelijk welkom. Fijn dat je in ons midden bent. Een zware periode achter rust, ga je zo alles over vertellen. Ja. En ga je het volhouden vanavond? Dat weet ik niet. Mijn longen zitten op 70%. Dus af en toe ga ik een beetje hijgen. Ja, dan hoeven we niet te schrikken. En ik preek tegenwoordig alweer. Dus ik geef in de gemeente, die ook niet meer gewend zijn om een tussenzang te zingen, geef ik een tussenzang op. Nou, zodat, heel vernieuwend. Heel vernieuwend, maar ik heb hem ook niet hoeven te gebruiken. Dus okay. Ja, maar dat vinden ze wel leuk, een tussenzang dan ja. Weer. Ja, snap. Dus ik weet niet of ik het red vanavond qua longen, maar het eerste uur, eerste anderhalf uur zal het gaan. Als je mij weg ziet lopen, dan is het puur omdat mijn longen zeggen op een gegeven moment, ga maar naar huis, want ik red het niet meer. Ja. En ik vind het leuk. Ik was hier 9 jaar geleden. Ik was hier 8 jaar geleden in het Revitaliseum in Doorn ook. En niemand van jullie was er toen bij, denk ik. Nee, hè? Nee. Nou. Ja? Zit er wat ja? Mensen die zo... Zo, ja hoor. Ja, moet je nagaan. Okay. Nou, kijk, we hebben trouw publiek. Dus ik heb net getwitterd... Sorry. Ik heb net getwitterd dat ik het ontzettend leuk vind om hier vanavond na 8 jaar dus weer te zijn. Nou. Maar niemand heeft mij geretweet. Ja, maar wij zitten te luisteren, dus dat... Ja. Nee, ze hebben allemaal naar jou geluisterd. Dus weg met dat mobieltje. Dat is... Heel goed. Ja. Dus dat komt nog wel. Komt wel. Komt helemaal goed. De video gaan we retweeten. Oké. Okay. Dankjewel. Welkom. Ja. Zingen, ja, jij mag nog even gaan zitten. En, want ik weet dat als ik jou eenmaal het woord geef, ja, dan komt dat niet meer goed. Jildau, hartelijk welkom. Wil je even hier komen, Jildau? Nou, welkom. Leuk dat je hier bent. Samen met je vader. Die vader, die, waar zit hij ergens? Daar, kijk, daar zit haar vader. En helemaal uit Friesland hierheen gekomen. Ja, zo gaat het heel wonderlijk dat we opeens met elkaar in contact komen. Wil jij zingen op onze avond? En dat jij zegt, nou, geweldig om te doen. Inderdaad, ja. Leuk. Het is leuk dat ik dat mag doen vanavond. Ja, nou, geweldig. We gaan eerst gaan we even naar Andries luisteren. En dan gaan we even een korte introductie doen voor jou. En dan ga je je lied tegen horen brengen. En dan gaan we heel erg luisteren naar de nieuwe cd die je uitgegeven hebt. Ja. Leuk. Leuk. Welkom ook, beide. Cd in het Friesk. Ja. Nou, nee, dat valt van mee. We krijgen nu zometeen... we gaan zingen. Oh ja, we gaan eerst nog zingen. Ik zou niet weten wat we gaan zingen, maar we gaan zo even zingen. En daarna komt Andries met 7 minuten zijn preekje. Hij zegt, nou, dat is het enige voordeel hieraan. Het is maar 7 minuten, dat ga ik in ieder geval redden met mijn longcapaciteiten. Dus dat komt helemaal goed. En daarna gaan we naar Jildau luisteren, maar er komt nog een stukje tussendoor. Het is ook goed als jullie elkaar begroeten, hè, want laten we even, laat niemand alleen staan. Hè. We zijn jij daar en we willen dat niemand alleen komt te staan, dat we elkaar ontmoeten. Sta op, begroet elkaar. En de vraag, ja, de enige vraag die mij overbleef van deze avond is, kun jij sterven? Sta op en daarna gaan we zingen. Begroet elkaar.
Nogmaals, goedenavond. Ik liep eind oktober liep ik op de hoogvlakte in Bolivia. We zouden een programma maken, we maakten een programma, televisie, over arme boeren in de hoogvlakte van Bolivia. En daar is een Nederlandse organisatie die helpt daar en we wilden geld inzamelen voor die organisatie die arme boeren daar in Bolivia helpt. Het was hoog. Het was 4400, 4600 meter. Dat is een beetje hier de hoogte van de Mont Blanc. Daar zag ik wel een beetje tegenop, want dat is heel hoog. Maar die hele week in Bolivia ging het heel goed. Ik was een beetje trots op mezelf dat de oude man nog kon klimmen van... ik heb geklommen van 4400 naar 4600 meter. Wel met veel ademhalen, maar dat ging allemaal heel goed. Dus ik was een beetje trots. Ik had ook een cameraman bij me en die zei tegen mij... toen ik zo stoer liep te doen, ben je wel eens ziek? En ik zei, de afgelopen 25 jaar heb ik geen ziektedag gehad. Maar, zei ik erbij, te laat, dat is wel hoogmoedige taal. Geen één ziektedag in 25 jaar tegen zo'n jonge cameraman. En dus werd ik ziek. En ik werd ziek. We waren klaar met die reportages en we daalden af van 4400 naar 3800 meter. En ik weet het dorpje nog en ik weet de steen nog. En opeens werd ik dood en dood ziek. Ik voelde me zo ongelooflijk beroerd. We dachten, nou ja, dat is een verlaten hoogteziekte. 4600 meter, 64 was ik toen. Een beetje stoer gedaan, dus dan word je gestraft met een hoogteziekte. Gaat wel weer over. Maar het ging niet over. Het is een heel lang verhaal. Misschien dat ik daar zo meteen nog wat meer over kan vertellen. Het is een heel lang verhaal, maar het is een wonder dat ik nog teruggekomen ben vanuit Bolivia via vluchten, 25 uur in totaal, naar Nederland. Het is ook een wonder dat uiteindelijk ik in het ziekenhuis ben terechtgekomen via een hele bijzondere weg. En daar constateerde men een Legionella-besmetting. Legionella is een hele kleine bacterie en die zit in leidingwater. En die is actief tussen de 20 en 40 graden. Ik wist dat. Altijd als ik in het buitenland kom, met name de derde wereld, laat ik eerst de douche 10 minuten stromen, zodat die legionella eruit kan. Deze keer was ik het vergeten. Want ik kwam 's nachts aan. En als je 's nachts na heel lang reizen in een hotel komt, hotelletje, dan wil je twee dingen. Dan wil je een hete douche en je wil naar bed. Dus ik was vergeten die kraan open te zetten. In Nederland zijn in 1999, toen er ook zo'n besmetting was in de buurt van Enkhuizen, 36 mensen omgekomen door een legionella-besmetting. Dat wist ik allemaal wel, dus ik werd doodziek. Ik werd naar de IC gebracht in Hilversum. En daar heb ik alle antibiotica gekregen die men maar in de kast had liggen, want het ging heel slecht met me. Die antibiotica, in de eerste twee weken, sloeg eigenlijk niet aan. Men wist welk middel bij een legionale werkt. Ciprofloxacine, even voor de kenners onder ons. Maar die ciprofloxacine die sloeg niet aan. Dat betekent dat ik eigenlijk in de eerste twee weken in de IC in Hilversum zieker en zieker en zieker werd. En dat voelde ik ook. Tot op een zaterdagmiddag, ik zal die zaterdagmiddag nooit vergeten, het was 12 november... de dokter bij me kwam, een vrouwelijke intensivist. Die zei, meneer Knevel, we maken ons grote zorgen over u. En u zelf waarschijnlijk ook. Ik zei, ja, ik maak me ook grote zorgen om mezelf. Want ik voel gewoon dat het niet goed gaat. Toen zei ze, dan gaan we u nu we gaan u intuberen. We gaan u in slaap brengen. Een soort kunstmatige coma. En dan gaan we kijken of dat lichaam dan zich nog gaat herstellen. En zei ze, dat was voor mij toen shocking... En zei ze, uw familie staat hier. En daar stonden al mijn kinderen, mijn vrouw en mijn broer rond mijn bed. En ze zei, u mag nu afscheid nemen. En toen dacht ik, dat is wat. Mijn kinderen rond mijn bed, mijn broer en mijn vrouw. En zij trok zich terug. En de boodschap was, u bent zeer ernstig ziek. En we gaan u dus in slaap brengen. Maar het is maar de vraag of u eruit komt. Dan komt dat wel bij je binnen. En dan komt het er ook op aan. Wat ik toen tegen mijn vrouw, tegen mijn kinderen, tegen mijn broer, daar mocht zeggen. Ik dacht, ja. Ja, wat zeg je dan?
En wat ik kon zeggen vanuit het diepste van mijn ziel en het diepste van mijn hart. Ik heb mijn kinderen eigenlijk één voor één toegesproken. Het zijn er drie, het zijn niet zoveel. Eén voor één toegesproken. Ik zei, jongens, één voor één, Marije, Martijn, Herman, Maatje, aangetrouwd. Ik zeg, als ik heb het gevoel dat het goed zal gaan. Dat vertrouwen had ik wel. Het kon ook anders gaan. Dus ik heb tegen hem gezegd, als dat zo is, weet dan dat jullie vader geborgen is in de handen van God. Dat ik mij over kan geven nu in de handen van God. En dat voelde ik op dat moment ook zo. Ik had rust, ik had vertrouwen en ik gaf mij over. En toen kreeg ik de injectie op zaterdagmiddag. En dinsdagmiddag werd ik wakker gemaakt. Ik gaf mij over in de handen van God. Ik kon rusten in het werk van Christus. Dat had ik die 14 dagen dat ik zo ziek werd ook al ervaren. Het was niet dat moment alleen. We gaan straks vanavond gaan we lied 770 zingen van Sela. King Amban, waarvoor we gebeden hebben. Daar staat, dat is een lied. Daar staat één zin in. Onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan. Dat lied is op de een of andere manier in dat ziekenhuis, in mijn hoofd, in mijn hart, in mijn ziel gekomen. En in die nachten, ik had infusen, ik had slangen, ik kon niet op mijn zij liggen, alleen op mijn rug, kon niet slapen. In die nachten dat het steeds slechter ging, heb ik dat lied eerst liggen neurien. Ja. En toen dacht ik, ach, ik lig toch alleen op die IC. Toen heb ik dat maar liggen zingen. Toen heb ik dat gewoon maar liggen zingen. Onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan. God was zo dichtbij. Hoe? Onnoembaar. Ik kan dat niet uitleggen. Ik zat 2 weken geleden bij Jinek. Dat is een tv-programma. Op de late avond, late night talkshow. En die vroeg me ernaar. Ik kon daar mijn hele verhaal kwijt overigens bij dat programma. Helemaal. Ik zeg, ja, maar dat is nou het geheim van het geloof. Dat God onnoembaar in je leven aanwezig kan zijn. Daar heb ik verder, ja, ik zoek naar woorden natuurlijk, en dat gaan we zo meteen doen ook. Maar dat is uiteindelijk het grote wonder van God. Dat hij onnoembaar aanwezig in jouw leven wil zijn. En dat lied, dat heb ik gezongen en gezongen en gezongen tot 12 november, 's middags, de dokter kwam. En dus, ik kon zeggen tegen mijn kinderen, ik weet mij geborgen in de handen van God. Dat was een, natuurlijk, dat begrijp je, dat was een dramatisch moment. Achteraf, nu ik erover praat, nu ik erover getuigen mag, met mijn kinderen ook over praat natuurlijk, is het ook een kostbaar moment. Als je dat als gezin meemaakt, kostbaar. Op zo'n moment is het een dramatisch moment. Maar wat ben ik dankbaar. Wat ben ik ontzettend dankbaar dat ik dat kon zeggen. Ik ben niet alleen dankbaar dat ik hier sta, natuurlijk ben ik dat ook. Want zoals je weet, of ziet, het is beter gegaan. Maar dat ik dat op dat moment tegen mijn kinderen kon zeggen en tegen mezelf kon zeggen, ik ben daar zo dankbaar voor. En King Amban, goed dat je speelt. King Amban, ik was twee maanden geleden jarig, is de zangeres van Sela op mijn verjaardag geweest en heeft dat lied gezongen, Ik zal er zijn. Zij, steeds zieker, steeds zieker. Ik, een beetje beter. Ze redde het niet. Ze was bij ons thuis met de piano en met de pianist en zijzelf. En op een gegeven moment hebben we samen maar zitten huilen. Want zij redde het niet het lied te zingen wat we vanavond gaan zingen. Opwekking 770 van Sela. En ik redde het niet vanwege de geschiedenis die achter me lag. En ik dacht, wat is het kostbaar. Kostbaar. Het staat in het lied ook, hè. Kostbaar. Om de drie enige God zo te mogen kennen. Dat is mijn verhaal en hier wil ik straks alles over vertellen. Dank je, gaan we zeker doen. Maakt het ook wel heel erg beeldend voor jezelf. Dat je denkt, hoe zal dat met mij zijn als dit mij zou treffen. We gaan overstappen naar Jildau. Jildau gaat voor ons een lied zingen. En ze gaat er eerst wat over vertellen. Want je hebt een hele mooie cd gemaakt waarin je levensverhalen vertelt, gedeeltelijk van jezelf.
maar ook gedeeltelijk liederen over God. Vertel. Klopt. Zou ik me eens neerzetten? Nou, nee, ja, je mag ondertussen al lang wat je wil. Even voor de microfoon. Wil je nog één keer de vraag stellen? Nou, wat voor soort muziek maak jij? Waar hebben we het over? Wat voor muziek maak ik? Ik maak muziek over dingen die ertoe doen. Dat probeer ik tenminste. En voor mij zijn dat eigenlijk altijd dingen die met geloof te maken hebben. Dus dingen die met God te maken hebben. De muziek gaat over echte gevoelens. Die eigenlijk iedereen waarschijnlijk zal herkennen. Ja. Ja, mooi. Wat ga je zingen? Ik ga met u zingen. Ik heb die als eerste uitgekozen omdat ik dacht dat het misschien mooi zou aansluiten bij jouw verhaal, Andries. Worden eerste de laatste, komen verliezers voorop. Met u wordt het vroeger en later, kan ik houden van de haten, wandelen over water, Heer, met u. Zijn mijn dagen een prijslied, want mijn redder vereist niet meer dan overgave, Heer, met u. Ben ik hoger dan bomen, kan ik overal komen. U maakt een dag van mijn dromen, Heer, met u. Recht achter mij waar ik ga staan. Uw leven is voor mij door de hel gegaan. De waarde in een waardeloze mensendaad. Uw vader redt een wereld die hem eerst verraadt. Uw ogen kennen mij. Ieder moment, wanneer ik u verraad, mijn hele wezen voor u rent. Uw oren horen mij, als ik belijd. Ik ben u vaak verloren, maar u raakte mij nooit kwijt. Met u zullen mensen me belagen, mij met onbegrip steeds vragen, waar is je God dan nu? En Heer, met u zal ik diepe dalen doorgaan, zal ik vallen en opstaan,
En soms zal ik alleen gaan, maar met u kan ik bergen verplaatsen, worden eerste de laatste, komen verliezers voorop. Met u wordt het vroeger en later, kan ik houden van de hater, wandelen over water, Heer, met u. Wandelen over water, Heer, met u. Nou, wat een geweldig mooie stem heb je gekregen van God. Prachtig dat je op deze manier dat ook mag gebruiken en inzetten. Dank je wel daarvoor. We gaan er straks nog op terugkomen. Dank je wel. Als jullie vragen aan Andries willen stellen, dan kan dat eigenlijk de hele vraag, of de hele avond. Stel je vraag.tk, dan kun je continu, dan mag je even op je mobieltje en dan kun je in ieder geval je vraag stellen. Die vragen komen in de regiekamer binnen en dan worden ze geselecteerd. Maar stel je vraag, want de avond is van jullie. Ik ben slechts een middel om het gesprek voor te laten. Ja, ik heb niet het idee dat het moet, maar ja, goed. Dus Andries, zullen wij aan tafel gaan en we gaan het gesprek beginnen. En stel je vraag.tk. Je mag gaan zitten, je mag gaan staan, wat jij wil. En jullie mogen alles vragen. Alles. Alles. Ja, je hebt tot 11 uur. Oké. Even over jou, hè? Want we zitten hier heel veel jongeren in de zaal. Wie ben jij eigenlijk? Hè? Want ik ken jou wel. Mijn generatie kent jou heel goed. Maar er zitten ook jongeren in de zaal. Wie ben jij eigenlijk? Ik denk dat er jongeren in de zaal zitten die me helemaal niet kennen, denk ik. Zou ik wel, denk ik wel. Ja. Helaas, voor jou. Ja. Ik ben Andries Knevel. Ik ben inmiddels 65 jaar dus geworden in februari. En ik werk nu bijna 40 jaar bij de EO. Daar heb ik radioprogramma's gemaakt. Heb ik veel televisieprogramma's gemaakt, nog. Daar ben ik directeur geweest, 13 jaar. Ik ben vader van 3 kinderen en een aangetrouwd schoondochter en 5 kleinkinderen. Getrouwd, nog altijd. Ik ben theoloog, ik heb theologie gestudeerd. En ik preek dus op zondag zowel in de reformatorische kerken, althans de PKN, als ook in evangelische gemeentes. En ik was vorige week, 2 weken geleden bij Henk Binnendijk, bekend vroeger van de EO. En die zei, Andries, ik ben gek op God. Klinkt raar, hè? Ik zei, ja, klinkt wel wat raar. Hij zei, begrijp je wat ik bedoel? Ik zei, ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Nou, ik zou het niet zo zeggen, maar ik ben wel, ja, ik ben ontzettend blij, dankbaar met God. Maar ik ben ook de man die zich herkende in dat lied natuurlijk. Want ik ben een kwetsbaar mens. Ik ben een denkend mens. Ik ben een aangevochten mens. Ik ben alles wat jullie ook zijn. Dus dat je niet denkt, er staat hier een soort pilaarheilige. Die staat hier een beetje vroom te zijn. Vroomheid is goed, maar ik ben ook een mens. Dus met al mijn gebreken en de teleurstellingen. Eentje daarvan was dat toen het zo goed was tussen God en mijn ziekenhuis en ik na die kunstmatige coma weer wakker werd en het nog even heel slecht ging, maar daarna ging het beter. Tot mijn teleurstelling, ik ook weer interesse kreeg in alles en nog wat er speelde in de wereld. En ik dacht, moet je nou toch kijken, man. Heb je het zo goed met God gehad? Heb je een soort bubbel geleefd? Geestelijke bubbel zat ik echt in. Ik had het zo goed. En dan gaat het weer beter met je. Je lichaam gaat het weer wat doen. Je hersens die beginnen weer te draaien. En Trump was gekozen terwijl ik een beetje weg was. Dus dan ga je je weer interesseren in van alles en nog wat. Dat viel me een beetje tegen. Dus ik ben ook een uit de aarde aards mens, om het zo maar even te zeggen. Ja. En ik hoop eind van het jaar misschien met pensioen te gaan of niet. Dat weet ik nog niet. En ik vind het fijn om hier te staan. Ik heb ook een aantal boeken. Ik heb 10 boeken geschreven. Dus als jullie denken, wat heeft die man allemaal te vertellen, moeten jullie allemaal boeken gaan lezen. Maar dat doe je toch niet meer. Dus dat is, je twittert niet eens meer. Nou, mijn laatste generatie die leest nog boeken. Wie leest nog boeken? Kijk. Mijn laatste boek gaat over de paus. Dus doe dat maar niet. Pas maar op. Ja. Ik heb ook een boek over de toe-eigening van het heil geschreven. Nou, misschien dat... Nou, maar de paus vinden we ook interessant. Wel. Ja. Nou, ik zou zeggen het boek over de toe-eigening van het heil. Oké, gaan we doen.
Kun je wat programma's noemen waar je aan meegewerkt hebt? Ja, het bekendste programma heet Andries. Jo. Dat wordt iedere zondagavond na twaalf uitgezonden. En dan praat ik met iemand in een wijnkelder in Naarden, een half uur, wat op televisie lang is tegenwoordig. Een half uur praat ik met gelovigen, ouderen en jongeren. Wetenschappers, pioniers, jongeren die de wijken ingaan om daar een pioniersplek op te bouwen via de PKN. Wetenschappers, want ik vind het debat geloof en wetenschap vind ik heel belangrijk. Is het geloof iets wat tegen de wetenschap ingaat of andersom? Nee. Daar spreek ik met gepassioneerde gelovigen, jong en oud, omdat ik heb een enorme drive in me, een enorme passie in me om te laten zien aan de nieuwe generaties, aan jullie, binnen de kerk, maar ook buiten de kerk, om te laten zien hoe relevant het geloof is, hoe mooi het geloof is. En dat het helemaal niet zo is dat deze cultuur iets heeft waardoor je helemaal niet meer zou kunnen geloven. Dus dat doe ik op zondagavond. Ik heb jarenlang een late night talkshow gedaan, samen met Pauw en Witteman, dat heette Knevel en Van der Brink. Samen met Thijs van der Brink. Ik heb het 11e uur gedaan, een debatprogramma op televisie, 18 jaar lang. Zo zijn er een hele serie programma's die ik ken. En ik heb dus vorig jaar een documentaire reeks van 4 gemaakt over de paus. Omdat ik die paus fascinerend vind. Ik ga het verder niet over de paus hebben, maar wat ik fascinerend vind, dat is het feit. Die katholieke kerk is natuurlijk moreel failliet door al die seksuele schandalen. Dat is vreselijk wat er in die katholieke kerk de afgelopen 50 jaar gebeurd is. Door bisschoppen, priesters, pastoors enzovoort. Dus het beeld van ons, van de katholieke kerk, is heel negatief. En van de wereld is het ook negatief. Wat een vreselijke kerk. Wat een vreselijke gelovige. En dan komt er één man, die heet Franciscus. En die man is in staat om binnen 2 jaar dat hele beeld van die kerk te kantelen. Hij wordt toegejuicht in de Verenigde Naties. Hij wordt toegejuicht in het Amerikaanse congres. Hij krijgt de Karelsprijs. Krijgt hij. En die pauze is opeens. Hoe kan het nou dat één man les voor mij in staat is om zo'n heel beeld te kantelen? Nou, daar heb ik een documentaire reeks over gemaakt. En gisteren in het Reformatorisch Dagblad, wat ik graag lees. In het Reformatorisch Dagblad stond dat katholieken en protestanten met elkaar moeten gaan praten. Ik dacht, nou ja, als het RD dat vindt, dan is het verder voor mij. Goed. Ja, zo. Ik heb nog meegekregen dat het mag van het RD. Het mag van het RD. Nou, dit is een beetje Dit is een beetje wat ik doe en wat ik ben. Ja, ja, een beetje vergane glorie. Ik? Ja. Jawel, oude man. Ja. Nou, goed. We gaan een lied tussendoor zingen met elkaar. En ja, ga jij maar je zonde beleiden, ja, inderdaad. Als je zoiets tegen mij zegt. Psalm 69. O God, verlos mij en red mij uit de nood. Thank you.
gaan het tweede gedeelte gelijk beginnen met een vraag die uit de zaal komt. Dus Evert, laat maar komen die vraag. Komt op de bier, maar duurt even, want hij moet gebruikt. Was u niet bang voor de dood dan? Weet je, eergisteren werd ik geïnterviewd door de libellen. Dat heb je dan, ja. Dus ik kom in het geluksnummer van de libellen in mei. En die journaliste die vroeg, was u dan niet bang voor de dood? En mijn vrouw zat dat stukje van het interview zat naast me. En ik moest eerlijk zeggen, nee, ik was op dat moment niet bang voor de dood. En ik vroeg aan mijn vrouw, want die zat natuurlijk naast mij ook in het ziekenhuis op die 12e novembersmiddags. Ik zei tegen haar, heb ik het mis gehad? Was ik niet helemaal meer goed? Nee, we waren beide niet bang voor de dood. Ik zeg dat heel voorzichtig hoor. Want stel je voor dat het me nu zou overkomen, op dit moment, het zou misschien heel anders zijn. Ja hoor, dus ik ga hier niet, dat zeg ik, ik ga hier niet de vrome man uithangen. Maar dat moment, die middag in het ziekenhuis van Hilversum, had ik zoveel vrede in mijn ziel, in mijn hart, in mijn hoofd. Nee, nee, het was goed zo, op dat moment. En nu is het 7 april, geloof ik. Ja, 7 april. En hoe het nu zou zijn als ik die boodschap kreeg, dat weet ik niet. Het zou best kunnen zijn dat ik nu zou zeggen, oh Heer, mijn kinderen, mezelf, mijn vrouw, mijn familie, alsjeblieft. Ik bedoel, ik leef ontzettend mee met King Haban. Dat is dus dat ging net even te kort, want zij ging zo mooi piano spelen tussendoor. King Haban is de zangeres van Sela. Sela zingt prachtige geestelijke liederen. Een van die liederen gaan we zingen. Dat lied van Ondoenbaar Aanwezig, Deelt U Mijn Bestaan, dat was het lied wat mij er doorheen heeft gesleept in het ziekenhuis. Die kwam dus op 13 februari voor mij zingen. Die King Haban hebben we nu voor gebeden. Want ik kreeg gisteren een bericht van, wil je alsjeblieft voor haar gaan bidden? Omdat de kanker is teruggekomen, dat wist ik al. Maar omdat die kanker nu tegen haar ruggenmerg zit. Hè, dus ze zou kunnen verlammen vandaag. Dus mijn hele gedachten, de hele dag al, zijn bij King Haban. Ik weet niet hoe het gegaan is. Ja, als je zo'n bericht krijgt en je hebt 3 kleine kindertjes. Dus het was op dat moment, geachte vraagsteller, op dat moment, die middag, was ik niet bang voor de dood. En misschien op 7 april om 9 uur wel. Maar ik wist mij geborgen. Ik ga er straks een tekst over lezen. Ik wist mij geborgen. Ja. Echt. Heb jij nog iets over gehoord van het ziekenhuispersoneel bijvoorbeeld? Want daar heb je heel intens ook mee geleefd. Nou, het ziekenhuis, er waren 2 verpleegsters die zeiden achteraf tegen mij, meneer Knevel, we hadden onze billen samengeknepen die middag. Want we wisten niet hoe het zou gaan. We hadden onze billen, en ik heb natuurlijk een beetje een relatie met ze opgebouwd in die 14 dagen al. Dus we hadden onze billen samengeknepen. Later sprak ik een intensivist, dat zijn die artsen op de intensive care, die zei, nou, we hadden wel het gevoel dat we erheen zouden slepen. Dat was een pauwiaan trouwens. Dat ga ik allemaal uitleggen na 11 wat een pauwiaan is. Een paus en een pauwiaan. Dus, en dat is weer wat anders dan een aanhanger van de paus. Ja, dus, ja. Nou, een pauwiaan en een paus, dat gaat nooit lukken. Maar die arts was een pauwiaan. Vraag thuis maar wat een pauwiaan is. Dat is een type christen, een bepaald type christen. En die zei tegen mij, we hadden wel het gevoel dat we erheen zouden slepen. Nou, dat is... Zo lig je daar. Ja, ja. Mooi. Dan ga ik je toch ook... eigenlijk is dat een jij daar vraag. Maar wie is de Heer Jezus voor jou? Dat is Hij waardoor ik daar kon liggen. Want je kan natuurlijk zeggen, ik ben geborgen in Gods handen. Maar dat is niet genoeg. Ja, op dat moment was het genoeg voor mij. Maar dat geborgen zijn in Gods handen, dat kan natuurlijk alleen maar door het werk van Christus. We hebben middelaar nodig. We hebben een mooie lijn met God eventueel. Onnoembaar aanwezig, deelt u mijn bestaan, die zin. Maar dat kan alleen maar doordat er een middelaar is. En door het werk van de middelaar, ik ga dat straks over lezen uit Filippenzen 2. Door het werk van die middelaar hebben wij toegang tot God. Anders was God natuurlijk een containerbegrip. God, ja, daar kan je je altijd bij voorstellen. Dat is, ja, niet te definiëren. Hoog, onbereikbaar of niet. Maar God heeft in zijn Zoon ons laten zien wie Hij is. Want Jezus zegt, vind ik zo'n belangrijke tekst,
in de debatten tegenwoordig, hè? Als je over God gaat praten op het school, nou, op schoolplein. Maar je praat in de supermarkt niet over God, toch? Nee. Als je met vrienden die ongelovig zijn praat over God, laat ik het zo maar zeggen. Dan is God natuurlijk een algemeen begrip geworden, omdat de islam natuurlijk ook in God gelooft, een God gelooft. Ik vind de tekst zo belangrijk. Wie mij ziet, zegt Jezus, die heeft de Vader gezien. Dus ik kan me van alles voorstellen bij God, of niet. Maar daar kom ik niet ver mee. Maar als ik Jezus zie, dan weet ik wie God is. Wie mij ziet, heeft de Vader gezien. Dat is een tekst die mij ontzettend veel doet. Ook als ik debatteer met moslims. Die natuurlijk ook zeggen, ja, wij geloven ook in God. Dat noemen we dan Allah, maar vooruit is hetzelfde ongeveer. Nee, met alle respect, nee. Want wij zien God in Christus. En door hem kon ik ook in dat ziekenhuis zeggen. Alleen maar door hem kon ik in dat ziekenhuis zeggen tegen mijn kinderen. Ik voel mij geborgen in Gods handen. Ja. Volledige rust eigenlijk, zeg je daarmee. Ja, voor een onrustig mannetje. Ja, dat weet ik. Ik ben een onrustig mannetje. Kreeg ik volledige rust. Ja. Ja, ik lag daar echt rustig te wachten tot die injectie in mijn arm kwam. Ja. En toen werd ik wakker op dinsdagmiddag. En toen dacht ik, ja, ik ben er nog. En daar was ik dankbaar voor. Ja. Ik was niet teleurgesteld dat ik niet in de hemel zat, om het zo maar even te zeggen. Ik was dankbaar dat ik er was. Nou, zoals je ingeslapen bent, dus aanhalingstekens, kan ik me voorstellen dat je dacht, moet ik hier wakker worden? Ja. En ik werd wakker en ik wist dus dat ik in het ziekenhuis wakker werd. Ja. En daar was ik dankbaar voor. Ja. Dankbaar vooral ook vanwege mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Wat laat je achter? Ja. Voor wie wil je er zijn? Dus, Er is een vraag over het ziekenhuis binnengekomen. Die gaan we nog doen en dan gaan we daarna naar Yildau luisteren. Heeft u in die periode dat u zo ziek was ooit zelfmoord of euthanasie overwogen? Ah, dat is heel actueel natuurlijk. Hè? Voltooid leven. Voltooid leven. Nee. Nee. Ik hou van het leven. Ik hou ontzettend van het leven. Ik hou van mijn vrouw. Heel erg. Dat weet je inmiddels, ik heb 3 kinderen en 5 kleinkinderen. Daar hou ik van. Dus nee, de gedachte is zelfs niet bij mij opgekomen. Nee, ik had veel meer die eerste 12 dagen toen het steeds slechter ging. Het gevoel van, heren, zegen dat medicijn. En toen ik uit die kunstmatige slaap kwam en het eerste dagen helemaal niet beter ging. Ook een gevoel van, ik wil vechten, ook ervoor. Ik hoefde niet te vechten, zei de arts, want dat ging helemaal niet. Dus dat. Dus de gedachte, deze gedachte heb ik echt nul gehad. Ik vind het debat over, de vraag is wel goed hoor. Dus in het debat vind ik wel belangrijk over voltooid leven. Want daar krijgen jullie zeker allemaal mee te maken als de cultuur zich ontwikkelt zoals die zich ontwikkelt. Het wordt jullie debat. Voor mij niet meer, denk ik. Ik ben 65. Maar jullie krijgen er mee te maken. Maar ik had het niet. Nee. Ik wilde leven. Ik ben vitaal. Ik was vitaal. 70% vitaal. Ik was vitaal. Dus ik... Nee. Een mens mag van het leven houden. Ja. Zo lag ik daar ook. Maar toen het eenmaal die boodschap kwam van... Poeh, u bent ernstig ziek. Toen had ik dus... rust gekregen. Dan had je ook helemaal niet, die gedachte kwam niet eens langs, want dat was je niet mee bezig. Daar was ik niet meer, toen was ik bezig met, dit is de boodschap, u bent zeer ernstig ziek, we gaan u in slapen brengen. Dan ben je niet meer bezig met die vragen. Nee. Ja. We gaan naar Yildau luisteren. Ja. Dus even zitten, even bijkomen en we gaan naar Yildau luisteren. Yildau, de vraag die bij mij opkomt, je hebt zo'n fantastische mooie stem gekregen. We weten dat er een heel groot gat is tussen kerkmuziek en popmuziek. Waarom ben je niet popzangeres geworden? Kun je veel meer verdienen? De cd's waren al uitverkocht. Ja, wat grappig dat je dat vraagt inderdaad. Zoals ik net eigenlijk al een beetje zei. Ik wil graag muziek maken die ertoe doet. En voor mij is iets wat ertoe doet, daar kan ik God eigenlijk niet in weglaten. Ik heb... een poos geleden ook geprobeerd om op het conservatorium binnen te komen. Het is ook wel grappig trouwens, want mijn plan was altijd ook om de wereldse muziek in te gaan. En ik denk ook dat het voor veel mensen wel is weggelegd. Mm-hmm. Maar omdat ik zelf van jongs af aan al geïnspireerd ben door geloof, en dit mijn muziek is, en die voor mij belangrijk is, denk ik dat ik deze weg moet gaan. Ja.
Dus ja. Het is echt een keuze dus. Die het je is maakt. Echt een keuze geweest, ja. Dus dezelfde keuze zeker. Als dat je zegt, ik zet nu een popliedje op of ik zet een gospelnummer op. Ja, zo simpel, ja, ik denk het wel eigenlijk. Inderdaad. Hè? Ja. Je kan inderdaad. En er is natuurlijk ook seculiere muziek die ook heel mooi kan zijn. En ook met heel mooie onderwerpen. Maar ja, volgens mij kan je als je echt kijkt naar je... Hè, ik denk gewoon dat ieder mens, als hij echt kijkt naar zijn diepste gevoelens... dat je God daar niet in weg kan laten. Ja. Dus, dus zo kan ik God ook niet weglaten in een lied. Ja. Ik word er altijd tot verleid om hem er weer bij te betrekken. Mooi. Dat zou ik zeggen. Leven met God is ook zingen met God. Ja, ja, inderdaad. Mooi. Waar gaan we naar luisteren? We gaan luisteren naar Littekens. Littekens, nou... Dat zijn littekens in jouw hart. Begrijp je dat? Dat je dat voelt op dat moment. Zie je dat? Zie je dat dat jouw schuld niet is? Maar jij voelt alleen maar de leegte die nu in jou zit. Het spijt me, zeg ik 100 keer. Maar het maakt niet uit, want jij beleeft het telkens weer. Ik raak je. Je breekt nog steeds als ik je raak. Het zijn littekens die jou zo hebben gemaakt. Zie je dat? Dat ben jij in mijn hart. Begrijp je dat? Dat je heel diep hier in mij leeft. En jij kon dat, je vertrouwde blindelings op mij. Maar nu laat je niemand meer zo dichtbij. Het spijt me. Het spijt me, zeg ik 100 keer. Maar het maakt niet uit, want jij beleeft het telkens weer. Ik raak je, je breekt nog steeds als ik je raak. Het zijn littekens die jou zo hebben gemaakt en jou die kleur hebben gegeven en die visie op dit leven die je hebben verteld dat je niemand vertrouwen kan en je vertikt om te geloven dat ik kijk naar jou van boven. En het spijt me wat er is gebeurd. Het spijt me, zeg ik 100 keer. Maar het maakt niet uit, want jij beleeft het telkens weer. Ik raak je.
Je breekt nog steeds als ik je raak. Maar de pijn zal gaan als ik jou weer heb gemaakt. Dankjewel. Ik heb begrepen dat je ook zelf de nummers geschreven hebt. Ja, dat klopt. Ja, ik schrijf alles zelf. Ja, mooi. Dankjewel. We gaan er het tweede gedeelte zeker nog ook naar luisteren. En dan gaan we ook wel wat dieper op in. Dankjewel. Is helemaal goed. CD van haar trouwens is te koop. Ik zal hem gelijk dat maar even inkoppen. Openhartig. Nou, dat kun je wel zeggen, hè, dat het hier om openhartige muziek gaat. CD te koop van haar bij de boekentafel. Dus ga zeker de moeite om even naar te kijken. Andries, jouw laatste termijn voor de pauze gaat in. En dus iets korter dan het andere blokje. En ze zijn al zo kort. En ze zijn al zo kort, jazeker. Ja. Als jullie straks een vraag hebben, schrijf hem op in de pauze. We hebben nog steeds de ouderwetse briefjes, maar je mag hem ook stel je vraag.tk sturen. Zo maar kan ik wezen? Mag brutaal. En mag brutaal zijn, zegt hij. Dus nou, dat lijkt me niet heel ingewikkeld. Maar heb je een vraag aan Yildau, stel hem dan ook gewoon, hè. Dus wat dat betreft mag je alles vragen hier vanavond. Hij is voor jou. Wat is voor mij? Dit blokje. Oh. Je hebt een tekst meegenomen, zeker. Zeg je? Ja. Wil je een Bijbel hebben? Statenvertaling. Ja, daar ben ik mee opgegroeid. Filippenzen. Komt hij op het scherm, jongens? Filippenzen 2. Als jij het opnoemt, Filippus 2. Nee, Filippenzen. Oh, Filippenzen. Oh ja. Korinthe, 2 gelaten, Efeze, Filippenzen, Colossense, Efeze. Nee, dat had ik afgesproken met de regie. Efeze, Filippenzen 2. Daar is die. Voor je heb je ook een scherm. 1 tot 11. 1 tot 11. Nou, hij komt niet op het scherm. Ik ga hem vertellen. Dan kan ik het ietsje korter doen. Tadaa. Als er dan enige bemoediging is in Christus. Als er enige troost is van de liefde. Enige gemeenschap is van de geest. Als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn. Maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent. Dat is een tekst die ik zo belangrijk... Daar ga ik het vanavond niet over hebben. Het allerbelangrijkste voor Paulus in de brief aan de Filippenzen is niet geloof, geen wedergeboorte, geen liefde, geen gave van de geest, maar eensgezindheid. Doe ik een andere keer. Dezelfde liefde hebt, één van ziel en één van gevoelen. Doet geen ding uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Hadden we dat in de kerk maar meer gedaan. Daar ga ik het een andere keer over hebben. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat voor mezelf is, maar laat een ieder oog ook hebben wat voor anderen is. Dan komt die. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Wat was die gezindheid? Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn en zichzelf heeft ontledigd. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En aan de mens is gelijk geworden. En in de gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. En dan krijgen we Pasen, vers 9. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En een naam geschonken boven alle naam. Opdat, want dat is het doel, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen, iedere knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heere, tot heerlijkheid van God de Vader. Ik ga daar 2 minuten over zeggen. Vind je het goed nog of niet? Ja, hoor. Ja, 5 minuten. Ik geef nog niks. 10. Weet je wat mij altijd weer zo raakt in deze weken? Toen ik hier naartoe kwam, had ik Radio 4 aanstaan. En dan gaat het natuurlijk over de passie, over Bach. Dit was een requiem van Haydn. We leven in de lijdensweken. Wat mij altijd zo raakt, dat is die tekst, hè. Dat God, Jezus was bij God. En hij had het goed. Dat kunnen we ons niet voorstellen. God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest hadden het goed met elkaar. Perigorese heet dat. Ze hadden het goed en op een gegeven moment zegt Jezus tegen de Vader... Ik begrijp er niks van. Jezus zegt tegen de Vader... Zal ik dan naar de aarde gaan voor hen, voor jullie, voor mij, die de gestaltenis God zijnde geen roof heeft geacht. Hij heeft zichzelf vernietigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is ons mensen gelijk geworden.
Als je ergens in de Bijbel het grote mysterie van onze God leest, dan is het hier. Dan is het hier. En dat bedenken we dus in deze lijdensweken. Daar staan we bij stil. Hoop ik jullie ook een klein beetje. Daar staan we bij stil in deze lijdensweken, vlak voor Goede Vrijdag en Pasen. Dat ergens in die eeuwigheid Jezus heeft gezegd: ik ga naar de aarde om ze te redden. Dat is wat. Dat kan je. Ik krijg het. Het is een mysterie. Ik krijg het niet klein met mijn gedachten. Hij zegt: ik ga naar deze aarde om jullie te redden. En dan staat er ook die zin over geloof. Hè? Opdat. Hij heeft zichzelf vernederd, is gehoorzaam geweest. En dan opdat in de naam van Jezus iedereen zich zou buigen. Dat vraag ik aan jullie ook. Ja, ik ken jullie helemaal niet. Jou ken ik dus van 8 jaar geleden, begrijp ik. Of niet? Ja? Ja. Jou ken ik van 8 jaar geleden. En mijn vraag is, ik ben af en toe dominee. Mijn vraag is, landt dat mysterie nou ook in jullie? En ik zeg erbij hoor, ook weer hoor, na die 12e november, in mijn leven. Dat je zegt, wat is dat een wonder? Wat is dat nou een wonder dat die Jezus naar deze aarde is gekomen voor jullie en voor mij? Ik ben theoloog. Ik wil alles doordenken van God. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan alleen maar getuigen. Of ik nou hier bij jullie sta vanavond, ben jij daar. Of ik zit bij Jinek. Volgende week zit ik bij Pauw. Van Pauw en Witteman. Ook dit verhaal misschien wel. Dan ga ik op een gegeven moment zeggen: jongens, vraag me niet een verklaring. Het is het grote mysterie van God. Maar het is dan ook het mysterie. Hij is gekomen. Hij heeft zich vernederd tot de dood des kruises. Opdat in de naam van Jezus iedere knie zich zou buigen. En als ik nu zou preken, en dat doe ik een beetje natuurlijk, want het zit in me, dan zou ik gewoon vragen aan de gemeente. Jullie zijn de gemeente vanavond. Dan zou ik zeggen: gemeente in Doorn, kent u daar iets van? Kent u daar iets van? Ken je daar iets van? Iets van aanbidding, verwondering, mysterie en overgave. Dat je zegt: die Heere is ook mijn Heere. Ken je daar nou iets van? Want daar gaat het uiteindelijk om. Ik bedoel, we kunnen het over van alles en nog wat hebben. En ik vind het leuk en ik vind politiek leuk en ik hou van sport, ik hou van alles en nog wat. Maar hier gaat het om: kennen wij nou iets van aanbidding, overgave aan dat mysterie? Ik dacht, als ik die vraag nog mag stellen in Doorn, dan ben ik blij. Ja. Missie volbracht. Filippenzen 2, vers 1 tot 11. Ik vind hem prachtig. Ik ben met mijn vrouw bezig geweest, nog even één geheim, de vraag te stellen natuurlijk. Stel je ervoor dat je te horen krijgt dat je overlijdt. Wat zou je op je rouwkaart zetten? Welke psalmen zou je zingen? Welke liederen zou je zingen? In een rouwdienst. We hebben de afgelopen jaren voor 6 mensen een rouwdienst moeten maken in ons leven. En toen moesten we voor die mensen zelf iets bedenken. Dus ik ben met mijn vrouw bezig geweest. Stel je voor dat je een rouwkaart moet maken. Wat zet je erop? Wat laat je zingen? Wat laat je spelen? Wat laat je lezen? En zij weet... Filippenzen 2, vers 1 tot 11. God, het mysterie voor ons. Dankjewel. Okay. Ik zat nog te denken, en je kan het niet begrijpen, maar je hoeft het dus ook niet. Begrijpen? Nee, dat niet. Gaat niet. Overgaan. Ja. Ja. Dankjewel. Oké. Okay. We gaan naar de pauze toe. Als we het over paas hebben, het paasconcept van jij daar is binnenkort in de Veluwehal in Barneveld. Tweede paasdag, 17 april. We hebben voor de Veluwehal gekozen omdat de kerk zat propvol. We puilden letterlijk uit. Het was dat even de kosten nog even aan het praten gehouden had. Anders waren de mensen hadden buiten moeten staan. Dus we hebben ze allemaal erin gepropt. En het kon er ook precies in. Dus dat is ook wel weer wonderlijk. Maar dit keer de Veluwehal. Dus we kunnen nog veel meer gasten kwijt. Dus neem iedereen mee. Tweede paasdag heb je toch niks te doen. Dus neem ze allemaal mee naar de Veluwehal toe. Rissen, samen met geloofstoerusting en jij daar. We gaan een lied zingen
Maar eerst wil ik even vertellen dat we ook collecten gaan houden. Dit soort avonden kost veel geld. Een van onze grootste doelgroepen is tegenwoordig internet. YouTube, er wordt ontzettend veel gekeken op YouTube. Tot jaren later dat mensen zeggen, ik ben geraakt door een avond van jij daar ooit eens gehouden. Want er kwam Andries Knevel of zo, hè, die kwam er op zo'n avond. Maar het wordt door God gebruikt en tot grote zegen, daar zijn we heel dankbaar voor. Maar dat kunnen we niet zonder giften van jullie. Dus we hopen dat je rijkelijk kunt geven, zodat we mooie uitzendingen kunnen maken die mensen graag kijken. En terwijl ze gewoon graag kijken, gegrepen worden in hun ziel. We gaan met elkaar zingen en we hebben het gehoord. Des te meer reden om dankbaar te zijn. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Willen jullie de vraag in ieder geval te blijven zitten tot de zak langs geweest is? En daarna mag je wat mij betreft gaan staan.
Ga lekker pauze houden. Geniet van elkaar. Laat niemand alleen staan. Betrek iedereen bij de gesprekken. En de muziek gaat vanzelf weer spelen. Kijk naar de cd van Yildau. Zeker de moeite waard. Hè? En geniet van elkaar.